Yo mensen, welkom bij een nieuwe mini-vlog. Hey, moet je opletten, ik was bij de Hoogvliet van de week, bij de supermarkt. Vind ik dit, hier. Een gitzwarte Sinterklaas. Ja, zijn mantel is ook bruin, het is geen zwart natuurlijk. Dus je zou kunnen denken, ja dat is misschien makkelijker voor ze, maar... Hij heeft een witte baard, witte wenkbrauwen, witte handen. En I don't care wat voor kleur Sinterklaas is, al is hij blauw. En misschien denk ik een beetje te bizar, omdat ik ook al pas twee video's heb gemaakt over Zwarte Piet en over HIV-virus en allemaal landen in Europa waar ze ook Sinterklaas vieren. Dus ik vind dit vrij gek. Want als deze pop geen baard had gehad en een Zwarte Pietenmutsje, dan waren al die gesubsidieerde huilenbalken weer uit hun holen en gaten gekropen om weer het volgende te eisen en te zeiken. En dan staan hier gewoon, dit is net een soort, hoe moet je het zeggen, een soort oom Tom, wijze man-achtig iets. Ik bedoel, dit is voor mij gewoon een zwarte Sinterklaas hoor. En dat mag wel, van die gasten. Oh ja, want nu is hij natuurlijk de leider en niet het hulpje. Weet je, jongens. Ik vind het echt best wel een beetje bizar. Maar ik vind het wel een hele mooie pop hoor. Maar, kom op jongens. Hey, ik zou bijna zeggen dat die Aquarium en Jerry Airfry en Simons hier allemaal achter zitten. Of zoiets. Van ja, nou die Sinterklaas zwart en dan... weet je wel, en dan zonder het ook te melden of zo. Moeten we er zelf achter komen. Snap je? I don't care, maar hier hoor je ze dus niet over. Maar zodra dus dit een Zwarte Pietje zou zijn... Maar ja, alles wat naar Zwarte Piet riekt is verwijderd uit de supermarkt. Ik zie niks meer. Hoogstens dat je nog een paar schaduwen ziet, dat die op het dak klimt. Maar ja, dat zijn ook zwarte schaduwen, dus dat zal ook alweer niet mogen. En ze lopen nu ook alweer te zeiken over grijze pieten, dat wilde zeggen invoeren. Maar dat was ook niet goed genoeg. En mensen, die mensen als Simons, Airfry en Aquarium, die rusten niet voordat ze alles wat leuk is hebben gesloopt hier in Nederland. Dus... Nou goed, daarom dacht ik even deze laten zien, want in de hele context van dit Zwarte Pieten gezeikverhaal klopt dit gewoon niet, toch? En I don't care wat ik zei, al is die Sinterklaas groen of weet ik veel wat, maar weet je, ik ga hem opeten. Dat is een mooi stukje vakwerk hoor. Kijk. Ik ben niet zo'n chocolate lover die heel de dag door chocola eet. Nou, af en toe vind ik het best oké. Okay. Best lekker. Lekkere pop. Hey poes. Hoi Lina. Hey, maar als dit maar niet een opmaat is naar iets anders. Dat we straks dus een zwarte Sinterklaas met witte pieten krijgen. Want daar zou ik wel over gaan zeiken. En niet omdat ik vind dat blanken geen hulpje mogen zijn. Maar het zal niet gebeuren dit, ik zit veel te ver door te denken. Maar goed, mensen, ik ga stoppen, anders ga ik nog complottheorieën verspreiden. En dat gaan we niet doen, want dan ben ik niet. Hè? De wereld is vierkant en Dries Roelvink is de antichrist. Bye bye. Oh, 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 oh.